Het videojournaal vanuit Turkije is mogelijk gemaakt door TJ Bedrijfsdiensten. U kiest er ook voor kwaliteit en een perfect schoongemaakt bedrijf? Kom binnen. Zie je erin, waar is hij? Ja, bijna 12 uur hoor. Juri Rozen. Is hij al een beetje voorbereid of niet? Nou ja, we zijn wel iets van plan vandaag. Ik denk dat Juri Rozen het wel uitvoerig al heeft uitgelegd. Helemaal niet, want hij staat net aan. Oké, dan zal ik het even kort uitleggen. Wij gaan vandaag een klein grapje met de heer Henk Bloemers uithalen. Wat we gaan doen, gaat precies Juri Rozen jou nu uitleggen. Kijk, we wilden even een grapje uithalen en we vonden Henk een heel mooi slachtoffer. Wat de bedoeling is, we hebben een aantal wekkertjes gekocht. Kleine rijstwekkertjes, die ik laat ze zien. Daar liggen ze. Ze zijn al met tape omwikkeld, zodat de heer Henk Bloemers enige last zal hebben met de uitknop te vinden. Dus wat de bedoeling is wij gaan direct een kaartje van zijn kamer bemachtigen. En we gaan daar vervolgens zijn kamer in om alle wekkertjes te verstoppen. En de wekkers eigenlijk de hele nacht door af te laten gaan. Dat is vervelend. Plus dat hij morgen een interview heeft om, ik denk, 7:15, 8:30. En we hopen daar een vermoeide Henk Bloemers te zien. Henk, Steve. Met redelijke walletjes. Met redelijke walletjes. We gaan nu nog even de mening van onze heer Leon Broekhoff vragen. Leon, ja, wat is jouw mening van? Ik vind het een leuk grapje. Ik bedoel, Henk heeft altijd lastig met vroeg opstaan. En ik denk dat hij nou nog meer last heeft van vroeg opstaan. Dus, Oké. Even nog een vraagje. Denk je dat Henk vanavond misschien een paar biertjes gaat drinken? Ik denk dat de kans 99,9% is dat Henk een biertje gaat drinken. Zal hij daar misschien iets meer last hebben van de wekkers? Ik denk dat hij wel enigszins een katertje zou kunnen hebben na ongeveer 2,5 uur slaap, denk ik. Wij denken met de heer Terrel erbij en Meijer dat dit een geslaagd grapje gaat worden. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook zullen we jullie een kijkje laten nemen in het hele gebeuren. In de kamer van Henk zelf. Private room. Private room. Ja. Dus het volgende shot wat jullie zullen zien is als wij bezig zijn het allemaal uit te voeren. Dank voor het kijken. Juri, zal ik alvast nog een preview geven van waar we één wekkertje zullen verstoppen? Ja, laten we dat doen. Ik help je. Aandacht toe. Toon even, Juri. Kijk, zoals je ziet... Dat is lastig. Ik ga het nu niet helemaal eraf halen, want dan moet ik hem erop doen ook. Dus daar zal er eentje komen. Ik vrees dat het enige tijd gaat duren voordat de heer Bloemers deze gevonden heeft. En natuurlijk zijn broertje. Zijn broertje aan deze kant. Houdt er ook wel van om een wekkertje op zich te hebben. Dus nou, we zullen jullie zo weer zien voor het vervolg van deze grap. We zijn hier in de kamer voor de tweede uitleg van onze grap. Eén verdachte wil helaas niet in beeld van onze kijkers, dat is Mr. T. Mr. T, wat is jouw aandoenende grap? Mijn aandoenende grap is heel belangrijk geweest, essentieel. Ik ben naar beneden gegaan, naar de balie, en heb de keycard bemachtigd, zodat we binnen kunnen komen in het verblijf van de heer Bloemers. Zoals Mr. T al zegt, een essentieel onderdeel van onze grap. Zonder deze kaart is de grap onhaalbaar. Mr. T, bedankt voor de bijdrage. Zien we jou zo terug in de uitvoering van de grap? Ja, natuurlijk. Ik wil ook even toevoegen dat ik ook heb meegeholpen aan de wekkers zetten. Dus het is wel ook een heel belangrijk onderdeel. Bedankt voor deze fantastische toelichting. Terug naar jou, Steve. Onderweg naar Henk Bloemers' kamer. Het wordt heel leuk. Volg maar. Lekkertjes. Oké, is goed jongen. Temp. Leg je deze gewoon onder het bed. Hé? Ja. Volgens mij slaapt hij aan deze kant. Dat hij hier daar ligt? Ja, leg hem meer naar hier. Ja. Ik heb hem daar gewoon achter. jullie nog een verhaallijstje, boys? Zo, alle objecten zijn geplaatst, de tijdbommen. Lekker 1. Lekker 1. Onze nachtkastje. Onze nachtkastje. Lekker 2. Achter de deur van de kast. Lekker 3. Wekker 4. Deze 5. Wekker 5. In de prullenbak. En wekker 6. Onder het bed. Onder het bed. Onder het bed. Het is een feest. Het is een feest. Ik zou zeggen, hopen slaap dat het een geslaagd grapje wordt. Dat hij niet slaapt. Nee. We gaan het morgen merken en... bedankt voor de medewerking. Geen probleem, Juri. Top. Ciao. 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 Je gaf het net al aan in het interview, De Graafschap is bij de tijd. Ben jij persoonlijk ook bij de tijd? Hoe bedoel je persoonlijk bij de tijd? Nou, zo hier op het trainingskamp. Ik ben behoorlijk bij de tijd. Ik heb alleen geen horloge, finaal. Ik heb me niet zo'n goedkoop ding aan laten smeren, maar dit geheel terzijde. Nee, het is wat relaxed dan normaal in Nederland, maar ik ben wel behoorlijk bij de tijd, ja. Afgelopen nacht ook? Ik weet niet waar je op doelt. Maar je moet tegen de jongens zeggen dat ze slimmer aan moeten pakken. Als ze een wekker op mijn kamer verstoppen, moet hij niet lichtgevend zijn, want in het donker zie je zoiets. Het videojournaal vanuit Turkije is mogelijk gemaakt door TJ Bedrijfsdiensten. U kiest er ook voor kwaliteit en een perfect schoongemaakt bedrijf?